Hallo, goeiedag. Kees Weerheim, directeur van BFV Nederland. En bij mij aan tafel Wouter en Mike. Welkom. Dank je. Dankjewel. We gaan een actualiteit van vandaag bespreken in onze eerste podcast. Ja. En de actualiteit van vandaag, het brandalarm bij 538. Een korte schets. Het alarm ging af. Een van de collega's Jelte die dacht toch wel van nou, het brandalarm, we moeten eruit. En Frank Daanen, de man van de ochtendshow, die vond het in mijn ogen nodig om zijn collega daarin niet bij te vallen, maar af te vallen. Hem min of meer belachelijk te maken en daar als een soort diehard te besluiten dat het brandalarm niet voor hem geld op dat moment. Dus hij kan blijven zitten waar hij zit. Ja. Nou, ik denk een probleem waar wij binnen ons vakgebied regelmatig tegenaan lopen. De onduidelijkheid van een brandalarm. En wat nou als deze echt was geweest? Sterker nog, hij was echt, want ik heb begrepen dat er een incident in de keuken was. Dat had wat mij betreft, gelukkig is het niet zo, maar had dat ook erger kunnen aflopen. En had het kunnen leiden tot een brand die niet beheersbaar is. Waarbij misschien wel gered moet worden door de brandweer. Wat zegt zo'n reactie? Want je ziet dat wel vaker. Tenminste, je hoort dat wel regelmatig. Wat zegt dat over een bedrijf? Wat mij betreft zegt het niet dat men het niet wil weten. Maar dat ze het gewoon eigenlijk niet weten. Ik denk dat wij heel vaak meemaken dat bedrijven eigenlijk van goede wil zijn. Ze moeten BFV regelen, dat willen ze dan ook, dat doen ze ook. Maar dat ze eigenlijk een beetje, dat het een gemiste kans is, dat ze wanneer ze die opleiding hebben gedaan voor een aantal mensen binnen hun bedrijf, dat ze daarna niet doorpakken of dat een BFV-organisatie niet doorpakt en zegt van hey, wij gaan uitleggen aan onze collega's wat we van ze verwachten op het moment dat het brandalarm afgaat. Een aantal weken geleden heeft hetzelfde radiostation een discussie gehad over reanimatie. Waarbij ze eigenlijk zeggen van ja, we weten niet wie ons moet helpen op het moment dat ons iets overkomt. Ja. En dan wordt het een radioshow en dat mag ook van mij. Hè. Dan moet je vooral ook om lachen. Maar het is eigenlijk, als je het goed bekijkt, is het triest dat niemand weet wie ze op zijn schouder moeten kloppen of wat ze moeten doen op het moment dat er iets gebeurt. Ja. Denk je dat de rol van een BHV'er of de BHV-organisatie binnen een organisatie als 538 duidelijk is voor andere werknemers, collega's? Het blijkt van niet. Nee. Want ze blijven zitten. Ja. En nogmaals, hè, wij kennen de situatie niet in zijn geheel, maar als zij in een ruimte zitten die brandwerend is, waarom klinkt daar dan het alarm? Dan moet je je dan afvragen, hadden ze dat dan niet anders in moeten regelen? Maar het alarm klinkt in de studio. Ja. Betekent wat mij betreft, dat je je zender oppakt en naar buiten gaat. En daar dan maar een live verslag gaat geven van de ontruiming. Ja, maar ik bedoel, ik geef het een draai, maar hè, zeggen ze aan, als het heel koud is, gaan ze op locatie met chocolademelk. En als het heel warm is, gaan ze op locatie met ijs. Dus de mobiele zenders, ze zullen niet om de hoek staan. Maar verzin iets, weet je. Of laat het alarm dan niet klinken. Ja. Is dat dan een invulling? Dus dat je het meer laat aansluiten op de rollen die er ook bestaan binnen een organisatie. Want je hebt natuurlijk binnen zo'n bedrijf als 538, waar een grotere partij zoals Talpa achter zit, hebben natuurlijk allemaal losse eilanden. Moet je dan per eiland een soort beleving opmaken, zodat het wel aansluit bij mensen? Wat maakt dat het dan wel? Ik denk dat het heel duidelijk moet zijn. En ik denk dat vooral daar zit, dat omdat men niet weet wat ze moeten doen, wordt het een stukje leuke radio. Of vanuit mijn beleving, omdat ik nou eenmaal aan de andere kant zit, hè, wordt het een stukje van, dit is onbewust onbekwaam. Ja. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Dus maak ik maar een stukje lachwekkende radio. Ja. En nu gaat het goed, hè? Ik bedoel, er is niks aan de hand. Er is niemand omgekomen, er is niemand gewond geraakt, voor zover we weten. Dus het is gelukkig niks. Ja. Wat zou jij
als tip willen meegeven aan 538? Wie weet gaan ze onze eerste podcast ook nog eens een keer beluisteren. zou jij nog een tip kunnen geven? Of, wij hebben na de vorige uitzending over de reanimatie hebben wij ook contact gezocht met 538. Hè, ja. om te kijken van, goh, mogen we jullie iets vertellen over dit? Ik zou bijna zeggen van, ga nou eens met elkaar om tafel. Jullie hebben een BHV-organisatie, daar ben ik 100% van overtuigd. Zorg nou dat mensen weten, want hè, dit is actualiteit. Het is bijna een gemiste kans voor de rest van Nederland. Ja. Jullie hadden kunnen laten zien hoe het moet. Ja want hebben ze ook een voorbeeldfunctie daarin? Vind ik wel. Ja? Als je miljoenen luisteraars hebt, heb je een voorbeeldfunctie. Ja. Ja. Dat vind ik absoluut. En dat is geen spel tussen te krijgen. Oké, dankjewel. Goed om te horen.